De concert spirituel onder leiding van R.V. Nieke. Met een vrouwenkoor. U hoorde twee psalmzettingen. Laetatu sum en in exitu, Israël. En daar wordt een beetje bijgestemd. Voor het Magnificat. Riemverzeichnis 610. De lofzang van Maria. Magnificat anima mea dominum, volgens het evangelie van Lucas. Woorden uitgesproken door Maria tegen haar nicht Elisabeth. Wanneer de twee vrouwen, beide zwanger, elkaar zien.
Thank you.
Lauda Jeruzalem. Psalm 147. En een zetting van Antonio Vivaldi. Door Le Concert Spirituel. Onder leiding van Hervé Niquet. En met evenveel schwung dirigeerde hij de dames van het koor vanavond. In hun buiging naar het publiek. De ene kant op en de andere kant op. Want het publiek zit in de grote zaal van Tivoli Vredenburg. Om het hele podium heen. Dus er is een deel van het publiek dat ook de dirigent in het gezicht kijkt. En dat is in het geval van Hervé Niquet best een gebeurtenis. Heel expressief is die. En grappig soms ook. Maar vooral iemand die heel goed weet wat hij aan het doen is. Gelukkig maar. We maken ons klaar voor het Gloria. Voor het Ospedale della Pietà. Muziek van Antonio Vivaldi. Thank you.
Het Gloria per l'ospedale. Muziek van Antonio Vivaldi door Le Concert Spirituel. Onder leiding van Hervé Niquet. Hij ging af via de ene kant en komt weer op via de andere. Hervé Niquet, dank zijn dames. De dames van het koor. Want er zitten alleen maar dames in het koor. En of de dames dan het publiek even willen danken. Of in elk geval het applaus in ontvangst willen nemen. Het applaus van een overvolle grote zaal van Tivoli Vredenburg in Utrecht. Tijdens dit slotconcert van het Festival Oude Muziek. Editie 2016 met als thema Venetië. La Serenissima ook wel, of La Dominante. Dit naar aanleiding van het feit dat Venetië een zeer dominante plek innam in handel en in cultuur, met name in die geweldige 18e eeuw. Waarin ook Antonio Vivaldi zich bewoog. Ze gaan een toegift doen. Ik denk nog nu. Bij wijze van toegift nog een gedeelte uit Gloria van Antonio Vivaldi, Domine Fili. Door Le Concert Spirituel, onder leiding van Hervé Niquet, die zich zat een beetje de clown uit te hangen. Het meisje van de bloemen krijgt 5 zoenen van Hervé Niquet. Hij telde ze op zijn vingers. En zij maakt dat ze wegkomt. Tijdens de slotmate van Domine Fili, wat u dus net hoorde als toegift, het instrumentale uitluiden van dat deel, liep hij al zwaaiend met een grimas op zijn gezicht weg. Volgens mij heeft een enorm ironisch gevoel voor humor, deze man. Deze dirigent van Le Concert Spirituel, die vanavond een soort van reconstructie gemaakt heeft, of een
Ja. Ja, iets wat je zou kunnen verwachten of had kunnen horen in de tijd van Vivaldi. Namelijk de muziek van Vivaldi, de religieuze muziek die we vanavond hoorden. Gezongen door alleen vrouwen in plaats van door een gemengd koor. En ze komen nog een keertje op. De zangeressen en de instrumentalisten van Le Concert Spi. Het zou best kunnen dat we nog een toegift krijgen. Maar als, dan alleen instrumentaal, want de dames van het koor hebben geen muziek bij zich. Ja, of ze doen het uit hun hoofd, ja. Kan ook. Nee, ik denk het niet. Nee hoor, dit was het. Dit waren psalmzettingen van Antonio Vivaldi, zijn Magnificat en het Gloria. Le Concert Spirituel onder leiding van R.V. Nieke.